Bijbabbelen met Menno. Bijbabbelen met Menno. Hey, hallo. Tof dat je weer kijkt naar mijn wekelijkse geneuzel hier op Bijbabbelen. Ik moet eerlijk bekennen, deze week heb ik niet zo heel erg goed het nieuws gevolgd. Ik ben namelijk bezig met een nieuw tof project. En het heet Badaboom. Het wordt een nieuw YouTube kanaal en een website waarin ik samen met toffe comedians als Wilco Terwijn, Arie Komen, Jeffrey Spalburg, Max van den Burg, nou eigenlijk te veel om op te noemen, toffe YouTube filmpjes gaan maken. Het is nog niet actief. We zijn er nu achter de schermen druk mee bezig om het allemaal rond te krijgen. Maar we zijn wel af en toe al wat pilotprojectjes aan het draaien. Als je nu abonneert en ons even liked op Google+, dan zetten we je in een pilotlijst. En dan gaan we, als we iets hebben waarvan we denken, weet je nog niet helemaal of het leuk is, dan gooien we dat in gesloten environment naar je toe. En dan mag jij zeggen wat je ervan vindt. Zonder dat het meteen, dit is kut, maar gewoon even leuk en relaxed. Dan abonneer en dan zorgen dat je in die groep terechtkomt. En als we dan wat hebben, dan ben jij de eerste die het ziet. Dus dat zou ontzettend hartstikke tof zijn. Oké, wat is er deze week dan gebeurd in het nieuws wat mij is opgevallen? Ik heb het niet echt heel erg gevolgd, maar wat ik wel interessant vond is de HEMA. De HEMA stapt in ziektekostenverzekeringen en ik vind dat goed nieuws. Want als we het hebben over gezondheid, dan is het eerste wat ik altijd denk, echt HEMA. Het is gewoon al die jaren dat ik door de HEMA slenterde voor nieuwe onderbroeken, had ik altijd al het gevoel van, ja, ik mis iets, weet je. En nu ik eraan terugdenk, was het ook vaak dat ik op zo'n moment even moest hoesten of een zeurende pijn had in mijn onderrug. Maar nu gaat het uiteindelijk gebeuren. HEMA gaat doen waar de HEMA echt voor bedoeld is. De rekening betalen van je blinde darmontsteking. Dat is toch fantastisch? Ik zeg, ze zitten op de goede weg. Nu moeten ze alleen wel meteen doorzetten. Kijk, die gezondheidszorg die je verzekert, die moeten ze ook gewoon zelf aan gaan bieden. Dat is toch lekker dat je straks je mandje kunt vullen met 6 onderbroeken, een pak goedkope rompertjes en vooral niet vergeten, de pil van mama. Ik zie daar nog wel mogelijkheden toe. Maak de HEMA één grote one-stop gezondheidsshop. Medisch Centrum HEMA. Het is een leuke plek waar hitsige studenten na een vurige one-night stand terecht kunnen met hun brandende rookworst voor een klodder desinfecterende soja-saus. En daar houdt het niet op. Er zijn zoveel voordelen. Die groene operatie pakken van chirurgen, dat wekt bij mij totaal geen vertrouwen op. Als ik onder het mes ga, dan wil ik tot de laatste tel gerustgesteld zijn. Ik wil gewoon zo'n specialist in een slobberige polo met een rood logo. Dat schept vertrouwen. En waarom moeten we nog naar de huisarts? De gemiddelde werknemer van de HEMA is zo'n uitgezakte huismoeder die er een baantje bij heeft genomen. Want nu de kinderen zijn uitgevlogen, is het zo stil in huis. Die hebben kennis en ervaring die veel verder reikt dan het inscannen van een appelkruimeltaart. Die weten precies wanneer jij je aanstelt en wanneer het serieus is. Wat? Ben je gevallen en heb je pijn? Oh, gossie. Zo, kussie erop. Mooie Jip en Janneke pleister. Klaar. Wat? Doet het nog steeds pijn? Oh, nou, dan gaan we even een fotootje maken. Dat scheelt je wachtlijsten en zorgkosten. Maak het hele pakket full circle. Ik wil geboren worden met een HEMA keizersnee en ze moeten me wegbrengen in een witte doos met HEMA relief. Dus gaat HEMA te ver met deze stap? Nee, HEMA gaat niet ver genoeg. Stimuleer deze fantastische nieuwe richting van de Hollandse Eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam. Dan kom ik volgende week gewoon weer gezellig bijbabbelen. Hey, tof dat je hebt gekeken naar deze bijbabbelen. Klik hier even op het duimpje als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, dan klik je ook op een duimpje. Weet ik in ieder geval dat het weer kut was. Ik had het over Badaboom. Dat kanaal vind je hier. Ga gewoon even abonneren en doe mee aan ons pilotproject. En als je nou zegt van, weet je, ik vond bijbabbelen wel leuk. Ik zit Manny voor het eerst. Dan kun je natuurlijk ook altijd abonneren. En kijk ook gewoon eens een vorige bijbabbel. Bijvoorbeeld die over Zwarte Piet. Vond ik zelf wel geslaagd. Oké, dankjewel. Hoi.